Deze kokkels die worden gevist in de Waddenzee. Die worden met de hand, met een hark, met een net erachter, worden die gevist op een speciaal geselecteerde plekken. Die worden dan dagvers naar ons toegebracht. Deze doen we dan zuiveren in bronwater, zoutbronwater. Daarna doen we die sorteren, nazoeken, inpakken. En die worden dan s'avonds verder getransporteerd naar de betreffende groothandel. De toekomst van de kokkels ziet er goed uit. Er wordt beheerst op gevist. We goed in de gaten houden wat er ieder jaar gevangen mag worden. En de verse handel stijgt er wel in.